In een programma voor volwassenen. In, Pinges! Met Martine Bijls. Hallo, dit is Dinges en in Vlaanderen kijken ze ook al naar ons, heb ik gehoord. Daarom groet ik onze Vlaamse vrienden en ik ga u de spelers van vandaag voorstellen. En ik begin met Maartje van Weren. Hallo Maartje. Dag. Bekende Nederlander tegen wil en dank, zeg ik altijd als ik het over jou heb. Ik denk te weten dat je het eigenlijk het prettigste vindt om al je werkzaamheden te verrichten buiten het licht van de schijnwerpers. Ja, dat is een beetje waar. Maar ja, ik wil toch aan je spelletje meedoen, want ik vind jou heel aardig. Dus... nou, ik stel het ook dubbel op prijs. Sorry. Vind jou ook heel leuk, nee, Maartje. Dat moeten we niet allemaal zo doen, dat weet ik wel. Dan lijkt het juist alsof we altijd zo doen. Maar het is echt gemeen. Ik vind het enig dat je er bent. Je doet zoveel dingen natuurlijk ook, die iedereen ziet. Maar daarbuiten ook veel. Wat vind je het allerprettigste om te doen? Documentaire richting, hè? Ja, de journalistiek is iets wat me zeer bevalt. Ik ben ook de laatste jaren steeds meer de richting van de informatie uitgegaan. En dan zit ik dus met 6:30 journaal. Fantastisch, want die telexen die blijven rollen, het nieuws blijft binnenkomen. Je moet zo op, jij weet zo, ja, nou gaan we weer. Maar je weet natuurlijk zoveel, omdat je al die dingen moet presenteren en je buitengewoon goed voorbereid altijd binnenkomt. Ja. Nou, bij het journaal mag ik, als ik heel lang mag praten, 150 seconden praten. In minuten rekenen we niet eens, dus 2,5 minuten. Maar bij het Capitool, wat ik dan ook doe, 1 keer in 3 weken, dan moet je 3 kwartier. En dan moet je echt wel heel hard leren. Donderdags hebben we een vergadering. Nou, vrijdagavond, hele zaterdag, zondagochtend, lezen, vingers in je oren. Want ja, anders dan kan je niet zeggen, u moet nu uw mond houden, want dit doet niet ter zake. Je moet het wel u echt moet weten. Nu uw mond houden. Dat doet wel ter zake, hoor. Maar ik moet maar zo kort, helaas, maatje. Maar voor dit spel hoef je je niet voor te bereiden. Nee. Naast je zit... Erwin Knaap, woont niet in Amsterdam, maar werkt er wel. Ja. Ja. Dag Erwin, wat doe je zoal? Zo weinig mogelijk. Ik heb wat zeg je? Zo weinig mogelijk. Dat vind ik nou eens eerlijk. Maar wat doe je dan heel weinig? Nou, ik ben ambtenaar, Amsterdam. Grapjes over jezelf, hè? Een soort heel veredelde kaartcontroleur. Je hebt het niet echt hoog op met jezelf. Dat is toch een prachtvak? Soms wel. Of vind je het een beetje vervelend? Wil je eigenlijk wat anders? Dat hangt van de passagiers af. Nou, als je hier maar een beetje zin in hebt vandaag, ja, hè? Ja, zeker. Oké, we gaan naar de andere kant en daar vinden wij Dick Vaschier. Dick, jij zou het meest gebaat zijn met de woorden koningin en stedenspel. Maar die zitten er niet in vandaag, dus daar heb je niks aan. Ja, wij kennen elkaar al zo lang. Dan krijg je zoiets van, ik weet het allemaal, ik hoef die man niks te vragen. Ik wil aan jou vragen, weet jij wat Dinges in het Vlaams is, of niet? Nee. Nee, ik ook niet, maar omdat er zoveel Belgische mensen kijken. Ik denk, misschien zeg jij Dinges en dan in het Vlaams, of nee, is dat... Nee. Maar ik dacht dat je een mop al gaat vertellen. Nee, liever nee. Zo'n kindermop, ik dacht wel. Er even aan. Weet je, tussen het verschil tussen dit en dat. Gaat verder goed met je, neem ik aan. Naar omstandigheden, ja hoor. Ja, we mogen niet mopperen. Dat is een vraag. Nee, echt leuk. Wedervraag. Dus, gaat goed met je. Naar omstandigheden gaat het goed met Dick Vaschier. Ja. Ik weet niet wat je bedoelt, maar je ziet er goed uit. Naast jou zit... Annelies Lohman, dames en heren, uit Vogelzang. Ja, Vogelenzang, hè? Uit Vogelenzang. Ja. Ja. Annelies, huisvrouw? Huisvrouw. 2 kindertjes, 5 en 2 jaar. En mijn hobby is net afgebrand. Ik ging zwemmen, maar het zwembad is afgebrand, dus helaas. Geen hobby's op zoiets nats en toch nog afbranden. Ja. Hoe is het mogelijk? Nou, je kijkt er toch niet treurig van, hè? Nee. Nou. Beginnen maar. Met de eerste omschrijving van het eerste woord. Als je wil, Maatje, mag jij beginnen voor 15 punten als je het goed hebt. 36 jaar en nu? Ja. En eens even kijken, de eerste omschrijving. En die komt van onze dierbare Birre. Hartjes, die hebben er ook heel veel mee te maken. Je kan ook brieven naar ze schrijven. En dan kan je ook allemaal leuke dingen wat je vindt van ze en zo opschrijven. Meer krijg je niet. Verliefd? Het heeft er veel mee te maken, maar het is een ander woord dat ik wil horen. En daarom krijgt nu Annelies
De tweede beurt, Karel Martijn, met de tweede omschrijving. Karel Martijn is 12 jaar. Het gebeurt meestal als mensen elkaar, als twee mensen elkaar heel aardig vinden, worden ze verliefd. En dan gaan ze. Dan gaan ze dat aanvragen. Dan gaan ze een soort toestemming vragen. Ja, vindt Karel Martijn een beetje zorgelijk allemaal, hè? Nou, Annelies? Ik dacht liefdesbrieven, maar daar hoef je geen toestemming voor te hebben. Nee, daarom is het ook niet goed, hè? Nou, gaan we naar de derde. Je kan nog 5 punten ermee krijgen, Erwin. Maar volgens mij moet je het echt weten als je geluisterd hebt naar Floris. En Floris is 11 jaar. Nou, als iemand dus vraagt aan een jongen, dus vraagt aan een meisje van ik ben op je. En dan zegt dat meisje bijvoorbeeld ook, ik ben ook op jou. En dan is dat dan. Erwin, jij bent vast ook wel eens op iemand. En wat heb je dan met elkaar? Ik dacht dat je dan een verloving had of zo. Ja. Nou, nee, daar gaat verkering aan vooraf. Althans, wij oude dames denken dat nog, dat dat zo ging vroeger. Ja, niemand heeft wat. Nou, het tweede woord. En eens even kijken, ja, woord 2 en daar begint Dick. Je zit wel zo, maar volgens mij is jouw kraagje niet helemaal schoon. Dat vind ik niet aan. Nee, maar je weet hoe het komt. Ja, je hebt gewerkt en er zit schmink. Ik kom net uit een uitzending, er zit een beetje schmink op het bord. En je zit naast niet een witte kraag. Niet opletten. We gaan naar de eerste omschrijving van het tweede woord. En Annika, die het sinds 8 jaar gebruikt bij die eerste uitleg, moeilijk uitspreekbare woorden. Ja, en soms moet je de heb je de garrels niet om? Dat moet wel. Dat doen sommige mensen niet. En soms doen ze handen van het stuur af. En zitten ze zo'n brood te eten. Of kauwgom te pakken. Of sigaretten te roken. Hebba, Dick, daar ben jij mee opgehouden, hè? Ja. Sigaretten roken. Ja. Maar wat denk je dat ze het over heeft? Een beetje ja, vast. Ze heeft het over nonchalance in het verkeer, maar ja. Zoek daar nou maar eens voor een woord voor. Onvoorzichtigheid? Nee, dat is niet goed. Maar wel mooi bedacht. Ja, aardig vond ik zelf. We gaan naar Erwin. Erwin, je krijgt de tweede omschrijving. En die komt van Carlijn en ze is 8 jaar. Weten ze je nummerbord en dan dan zoeken ze dat op in allemaal boeken en dan weten ze, bij die boeken staan dan ook je adres en dan kunnen ze zo een dat opsturen naar je adres. Bekeuring. Heel goed, 10 punten verdiend. Ik laat u toch eventjes kijken naar Ferdi van 8 jaar, want die vertelde over dat woord bekeuring, iets dat bij zijn vader niet echt blij mee zal zijn. Het is een soort ding, bijvoorbeeld al heb je een botsing gehad of zo, dan moet je bijvoorbeeld 50 gulden betalen en dan, ja, mijn vader krijgt het, want hij is politieagent. Mijn vader was dokter, maar die kreeg toch wel de griep, hoor. Ja. Wij gaan naar woord nummer 3. Maartje, jij bent weer. Eens even kijken, dat woord dat komt. De eerste omschrijving van Matthijs. En Matthijs is 7 jaar. Nou, dingen die zijn zoiets. En bonken die zijn ongeveer zo. Of zo. Of ook zo kunnen ze zijn. Ja, ik noemde dat vroeger anders zo, Maartje. Maar misschien weet jij. Wij denken knikkers. Ja, knikkers. De looie daaien en zo heb ik in mijn hoofd. Oliebonken, dat woord ken ik niet. Maar goed, we gaan naar het vierde woord van deze ronde. Meteen het laatste woord. Dick is weer aan de beurt. En, dat is een hele leuke letterlijke uitleg van dat woord krijg. Ik denk dat je er niet veel aan hebt, hoor, maar hij is wel leuk. Hij komt van Dennis. En Dennis, dat weten we intussen, die is 8 jaar. Ik denk dat hij dan een soort boom pikt. En uit de tuin of zo. En dat hij bomen omhakt.
En dat hij helemaal niet lief is voor planten. En als hij zelf planten in de tuin heeft, dan geeft hij ze nooit water. En hij trekt ze dan uit de grond. Ja, Dick, misschien kan het je helpen als ik je zeg dat Dennis dat woord ontzettend letterlijk opvat. Ja, jongens, hier moet ik echt even over denken, hoor. Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Dat is een doffe ellende dan. Maar hij trekt bomen uit de grond en... Nu moet ik het weten. Ja, Nee, straks zul je erom lachen. We gaan naar de tweede omschrijving. Die is voor Erwin en hij komt van Dave. En Dave is 8 jaar. Dat zijn een soort piraten op het land. En dan hebben dezelfde wapens als piraten. En dan doen ze mensen roven. En dan een voorbeeldje heb ik nog weg piraten. Die rijden verkeerd om op de weg. Als je bijvoorbeeld, je mag alleen naar links rijden en dan rijden die naar rechts. Nou, het dwaalt eventjes af bij het laatste, hoor. Maar Erwin, denk je dat je... Wij dachten een struikroker. Ja. Dat is iemand die niet lief is voor planten, hè? Dat is toch zo leuk. Ja. Eens even kijken, we hebben de eerste ronde gehad. En dat betekent dat Erwin en Maatje 35 punten binnengehaald hebben. En Dick en Annelies nog helemaal niks. Nee. Nee. Maar dat geeft niet. Er kan nog van alles gebeuren. We gaan naar de tweede ronde. Dat is, daarin lees ik omschrijvingen voor. Zodra je het weet, moet je het zeggen. Eens even kijken. Ja. Maartje en Erwin, jullie beginnen, als je het goed vindt. En je mag zelf uitmaken wie van jullie tweeën het woord doet. Ja. Oké. Okay. Ja? Erwin. Ja. Je hebt het begrepen zoals het in elkaar zit? Jazeker. Dan begin ik nu met lezen. Het is een soort zeep. Het is wel lekker, maar ik mag het niet inslikken. Het is soms wit, maar ook wel eens wit met blauw. Ik gebruik het 2 keer per dag. Tandpasta. Ja, volgend woord. Er zit iets in, maar eerst openmaken. Het is haast altijd vierkant. Je kunt het geven en het is ook misschien leuk. Dat is een doos, versierd, en er zitten allerlei leuke dingen in, bijvoorbeeld auto's. Dat krijg je op je verjaardag. Ja, volgend woord. Het is iets rond met een stok. Dat is een ding die warme lucht spuit. Paraplu. Het is dun en als het nat is, gebeurt er iets met dat dunne. Als je hebt gezwommen, dan ga je onder dat ding. Douche. Nee, dat is niet goed. En ik geloof dat jij dus klaar bent. En 2 woorden heb je goed. Dat laatste woord was haardroog kap. Nou, dat kon je nooit weten natuurlijk, hè? Nee. Dat was erg moeilijk. Eens even kijken. Wie van jullie tweeën... Ja, ik vind Annelies. Ik geloof dat ze ontzettend handig is. Maar ik mag souffleren. Je mag souffleren, toch? Je mag dat helpen. Weet ik niet. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo bij stilgestaan. Je bent de eerste die het Wij hebben nog 0 punten. Souffleer maar. Nou. Dan gaan we beginnen, Annelies. Dat is een soort piraat. Dat is een mens die bij de stuur zit. Een wegpiraat? Ken je hem van Kuifje? Nee. Je kan het alleen worden als je geen bril hebt. Stuurman? Hij vaart de boot en hij heeft een pet op. Ja, kapitein. Ja, is goed voor de woord. Hartelijk dank. Je kan het gebruiken bij dove mensen. Gehoorapparaat? Het is iets wat je met iets anders er niet uitkrijgt. Ik werk er bijna elke dag mee. Het is rond en het heeft 6 hoeken en het heeft een punt. 6 hoeken? Je kan ermee tekenen of rekenen en het is grijs. Een potlood? Ja, volgend woord. Meestal komt het in een huis voor. Dat is een ding die het donker maakt als je het dicht doet. Oh, goed zo. Dick, bedankt voor het woord. Oh. Ja. Nou, het zijn er 3, geloof ik, hè? Ja, 3. 3, goed. Dat betekent 30 punten erbij. Nou. En dat is deze ronde weer. Het gaat lekker vlug met jou zo, Dick. Als je, straks moet je toch alleen, hoor. Dan mag Annelies niet helpen. We gaan naar de volgende ronde. Een filmpje, verschillende uitleggen van... 1 woord, je mag het filmpje helemaal uitkijken. Jullie beginnen maar weer. Dick en Annelies, jij moet het antwoord geven, Dick. En hier zijn Rudy, Maaike, Leonie en Teun. Ik heb krullen. Ze weet ik niks. Ik heb
nog nooit gezien. Ik weet niet hoe ze heet, maar ik ken haar wel. Wel gezien. Ze heeft bruine haren. Zeven zoons. Die heeft het ook altijd heel druk. En dan moet ze alle telefoons opnemen en schrijven. En soms is ze in het oranje of in het geel. En dan heeft ze een hoed op. En ze heeft rood haar. En ze komt met de trein. Nou, dat is niet waar, hoor. Dick, hoe is het mogelijk? Er zit toch een woord voor jou in. Ik denk de koningin. Ja. Maar, ja. Dat is nu. Zeven zoons, hè? Ja, fantastisch. Ja. Dat zijn goed 50 punten erbij in één. Goh, we gaan naar de andere kant. En Maartje, wil jij naar het volgende filmpje kijken? En naar Charlotte, Dominique, Maartje en Gert-Jan. Een man en een vrouw. En als je dan die vrouw, die moeder van die man. Zoiets. Die heb ik niet meer, maar ik weet wel dat het de moeder is van je oma. Het is mijn vader, die is getrouwd met mijn moeder. En de moeder van mijn moeder, dat is zijn dat niet eigenlijk niet in je familie zit, maar de moeder van je vrouw of juist de moeder van je man. Nou, dat is wel een hele oude moeder, die is nog van je oma geweest. Ik wil of niet over een bankstel heen. Nou, van weet je wel. Er worden altijd zoveel nare grapjes over gemaakt. De mijne is heel aardig schoonmoeder. Ja. Nou, ook 50 punten erbij. Dat betekent dat jullie nog steeds voorstaan, Maartje en Erwin, na de derde ronde, 105 punten. En Dick en Annelies hebben de 80. We gaan de ronde spelen met de hand aan de knop. Snel reageren, zodra je het weet drukken. Thuis kunt u lekker meespelen. We laten de woorden niet zien thuis. En met enige moeite komt hier de eerste omschrijving. En die is van Gino, 8 jaar. Nou, dat is iemand die die altijd overal zich roept. Die is zich overal altijd. Die er overal altijd mee helpt en zo. En die altijd, als iemand iets zegt van je hebt kauwgom in je mond. En dan is er iemand anders die zegt, nou hoor, dat moet zij weten. En dat is ook doe of zo, dat niet mag, dan gaan ze zeggen van nee, dat mag niet. Wat doen jullie nou? Heb je Maartje geslagen? Doe je dat met die kaartjes controle? Doet ze de keer mee aan een spelletje en ram je hem meteen aan stukken? Zeg maar. Nou, Erwin, volgens mij was het een moeder. Nee. Ik kan me voorstellen iets. Ja, maar het is niet goed. Jullie mag, ik weet niet of we nog wat over hebben van het filmpje. Dat mag je dan afkijken, rustig uitkijken. Even uitkijken. En dan zeggen de anderen dat ook allemaal. En dat is het. Nou, daar heb je niks meer aan natuurlijk, hè. Annelies. Ik dacht kliksbaan. Nee, dat komt wel veel beter in de richting. Het woord was bemoeial. Leg dat maar eens uit, hè, zo'n woord. Maar de tweede is heel makkelijk, denk ik. Bekijk je een beetje uit, Erwin. Tweede woord komt van Vincent, 8 jaar. Nou, die eet brokjes.
je kan fout zitten, hè, daarmee. Ja, het kan... Nee. De hond. Fout! Poes! Poes! Schande. Ja, Dick, zo komen de snoepers te pas. Nou, we gaan naar het volgende woord. En dat komt van Miranda, 8 jaar. Ja, dat is een ding waar je alles op bakt. Ding op bakt. Met zwarte spullen. En als je dat in je kleren krijgt, kan je het dus wat niet uithalen. Wie van alle? Dick. Barbecue. Ja? Nee, is het goed? Als je maar even... Ja. Nou, van het volgende woord weet Ralf, 7 jaar, alles, want hij woont in Limburg. Die kun je eten? Ja. Ja, Erwin. Fly? Ja. Vind je wel lekker zeker, hè, Erwin? Nou, we gaan het volgende woord en het komt van Rolf en hij is 8 jaar. Want bij mij zijn van die schuifraampjes, maar ik kan mijn raam niet meer schuiven. Ik moet hem zo doen, omdat mijn knopje weg is. Dat is kwijt, en dat, want dat is eraf. Heeft papa zijn tip per ongeluk gedaan. En in Frankrijk kon het niet meer, kon het niet. Want daar hadden ze niet van die knopjes. En toen gingen we vaak naar de punt. Garage. Ja, ze zeiden het voor in nou, de zaal. Ik was eerder. Je was eerder? Ja. Ja, geloof ik. Toch 25 punten erbij. Oh. En dit geluidje betekent dat het hele spel is afgelopen. En Dick, dat je het met Annelies niet helemaal gered hebt, maar je hebt wel veel mooie punten gehaald. Ik dank je zeer hartelijk. Je hebt voor Annelies 2 prachtige boeken bij elkaar verdiend, ja, toch? Dank. Graag. Ga naar huis en was je overhemd. En ik dank ook Erwin en Maartje. Jullie hebben dus gewonnen, Maartje. Dat betekent dat jij voor Erwin een enorme mand met prachtige spellen hebt verdiend. En nou, ik hoop jullie gauw weer te zien. En... Dank je. En tot slot vertelt Jasper ons nog even wat je allemaal met een adamsappel kan doen. Nou, dat ding, dat kan je eten. Het is ook gezond, denk ik dan. En in Amsterdam, zeg ik, dan, daar kan je die dingen vinden. Op de markt en zo. Nou, allemaal naar de markt en een kilo adamsappelen kopen, hè? Dit was Dinges. Tot de volgende keer.